het is heel fascinerend dat wij kunnen zien. Dat wij, we kunnen goed voorstellen dat er een beeld op ons netvlies komt, dat wordt omgezet net als bij een camera bijna in elektrische signalen. Maar hoe kunnen we daar vervolgens een heel beeld van maken? Waarom denken we dat we zien en hoe kunnen we er dingen mee doen? En ik ben vooral gedreven door de fascinatie van hoe dat werkt. En in mensen is het heel moeilijk te onderzoeken, dus we kunnen dat in muizen veel beter gaan bekijken. En hopelijk snappen hoe het zicht werkt en ook hoe heel veel andere hersenprocessen op die manier werken. Dus het zicht is vooral een heel mooi systeem, omdat we heel goede controle hebben over wat we aanbieden, wat er de hersenen binnenkomt. En we zelf ook een redelijk idee hebben over hoe we dat interpreteren. Dus zicht is eigenlijk een manier om denken te onderzoeken. Een oog doet een soort pixels, meet het. En daar, al 40 jaar geleden, zagen ze voor het eerst, in de hersenen worden die pixels gecombineerd tot lijntjes. En dan vanuit die lijntjes, als je dat eenmaal hebt, het idee, dan kan je denken, oh, je ziet eerst dus het eerste deel van de hersenen, V1 heet dat, die ziet lijntjes. Het volgende deel ziet misschien hoeken. En weer een volgend deel ziet niet alleen hoeken, maar ziet vormen. En dat is later ook wel bevestigd met onderzoek. En dus bij zicht hadden we al vrij veel begrip. En we weten nog steeds, er is heel veel dingen die we niet weten. We weten ook nog niet hoe die lijntjes, hoe die hersencellen goed met elkaar praten en wie nou precies met elkaar praten. En uiteindelijk weten we nog helemaal niet hoe dat tot het bewustzijn van iets leidt. Maar het zicht lijkt de meeste ingangen te bieden om dat te onderzoeken, of de makkelijkste ingang om dat te onderzoeken. Op het moment dat we beter kunnen begrijpen van hoe het signaal gecodeerd wordt, zou je op het moment dat er geen ogen meer zijn, toch kunnen nadenken over hoe je dat signaal weer in de hersenen inbrengt. En er zijn al technieken om dat signaal dan weer in de hersenen in te brengen. En dat zou je zelfs kunnen doen door het op een andere manier via de huid in te brengen, of gewoon door te duwen, zeg maar. Bijna als braille is ook een andere manier om het in te brengen. Maar je kan het effectiever inbrengen als je beter weet hoe het gecodeerd is. Dit onderzoek is nog zeker niet uitgezocht, dat maakt het ook leuk. Maar het is wel dat er heel veel vooruitgang in zit. Vooral de technologieën, de technieken die we kunnen gebruiken. En vooral die optische technieken die we kunnen gebruiken om echt die hersencellen te zien, die veranderen heel snel. Dus het is wel, nu kunnen we vragen beantwoorden die we een paar jaar geleden al wel konden stellen, maar niet konden beantwoorden. En dat betekent ook wel weer dat we nu nieuwe vragen krijgen die we nog niet kunnen beantwoorden, die we hopelijk over een paar jaar weer beantwoorden. Maar het is wel een lange termijn project, een hele lange termijn project waar heel veel mensen aan werken. Maar het is wel een project waarin we verder aan het komen zijn.